En heel toevallig sprak ik vorige week mijn moeder en die zei... Oh, Nanook, weet je, dat jij dat toen tegen mij zei. Toen ben ik echt eventjes bij je weggelopen, hoor. Het moederschap is het mooiste wat er is. Maar als we eerlijk zijn, horen onzekerheden en uitdagingen er ook gewoon bij. In deze serie ga ik daarom in gesprek met inspirerende moeders over hun verhaal. Hoe was jouw jeugd? Nou, best wel heel beschermend volgens mij. Ik ben opgegroeid in het noorden van Nederland, in het Drenthe, in het pittoreske dorpje Gieten. En ik ben dochter van een schooldirecteur en mijn moeder is ziekenverzorgende. Een hele fijne jeugd gehad. Lekker in de natuur, lekker buiten spelen. Veel vriendjes, veel vriendinnetjes. Mijn vader die natuurlijk altijd met mij naar school ging. Hè? En mij ook tussen de middag weer naar huis bracht. Omdat hij natuurlijk ook dezelfde tijden als ons had op school. En mijn moeder die is heel lang thuis gebleven. Tot volgens mij toen we 6 of 7 waren, toen is ze weer gaan werken. Dus mijn moeder was ook eigenlijk altijd thuis toen ik jong was. Ik kan me dus voorstellen met een papa als schooldirecteur dat je ook wel veel regels thuis had. Had je niet ook op een bepaald punt dat je je daar ook juist weer tegen ging afzetten in je jeugd? Ja, ik denk dat je op een gegeven moment als je een jaartje of 12 bent, dat je een soort van afzet tegen de regels thuis. Maar ik heb niet een hele strenge opvoeding gehad, maar wel volgens het boekje, denk ik. En ze waren echt zo wijs met ons dat ik denk dat ik toen ik ongeveer een beetje begon te puberen, met 13 jaar, dat ik me juist daar een beetje tegen af ging zetten. Wanneer wist je eigenlijk dat je mama wilde worden? Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, en mijn ouders die kunnen dat beamen, mijn hele 20 jaren heb ik geschreeuwd dat ik nooit moeder wilde worden. Oh ja? Ja, nee, ik was echt... Ik weet je, ik bedoel, als je 20 bent, dan ligt de wereld aan je voeten. Tenminste, zo voelde ik dat. Ik was klaar met mijn studie en ik wilde gaan reizen. Of ik wilde in ieder geval van alles doen. En ik zag een kind, zag ik dat maar als beperking van je vrijheid. Mm. En het is zelfs zo dat ik ooit tegen mijn moeder heb gezegd, toen ik al zwanger was van Teun. Dat ik tegen mama zei van, ja mam, ik weet niet of ik hier goed aan doe. En heel toevallig sprak ik vorige week mijn moeder en die zei... Oh, Nanook, weet je, dat jij dat toen tegen mij zei. Toen jij, nou, volgens mij was ik 6, 7 maanden zwanger. Toen heb ik dat gezegd en zei ze, oh, toen ben ik echt eventjes bij je weggelopen, hoor. Dus, en toen kwam Teun. En toen was ik natuurlijk echt vanaf dag 1 was het gewoon helemaal anders. Zo vol liefde en dat in die hele intense liefde die mijn ouders voor mij hadden... Hè, die ik in mijn puberteit misschien wat minder begreep. En zo van, laat me alsjeblieft los en laat me gaan. Weet je wel, zo een beetje meer. Dat snapte ik nu. En alles viel opeens in elkaar. Zo het hele leven viel een beetje zo in elkaar. Van, oh ja, dat is dus wat ik mis. Op het moment dat Teun er was, mijn eerste er was, had ik het gevoel van... dat ik gewoon voor hem wilde zijn. En elke uur dat ik niet met hem doorbracht, vond ik al vervelend, zeg maar. Natuurlijk is het ook af en toe lekker, hoor, om niet bij je kinderen te zijn, dat zonder meer. Maar als dat elke week zou moeten op bepaalde gezette tijden, dan weet ik niet. Ik heb er gewoon voor gekozen om echt 100% moeder te zijn voor de kinderen. Want ik weet gewoon, de tijd gaat zo snel. En je hoort van alle opa's en oma's en vaders en moeders, hoor je natuurlijk van geniet ervan, want voor je het weet zijn ze oud. En ik geloof dat ook echt wel. En ik wil gewoon geen spijt hebben van die jongere jaren, weet je. Ik wil er voor ze zijn, het is de basis die je samenlegt. En dat vind ik heel belangrijk. Nou, dat wat het wel lastig maakt, is dat natuurlijk het werk van mijn vriend. Omdat hij voetballer is en hij heel vaak weg is, soms wel 3 nachten per week. Ja, en dan op het moment dat ze dan alle 2 aanslaan tegelijk, weet je wel. Tegelijk beginnen te huilen en... dan heb je eigenlijk 4 armen nodig. En dan voel ik me wel echt alleen. En dan moet ik mezelf uitschakelen. En alles heel erg systematisch gaan doen. Gewoon knop om en niet jezelf persoonlijk aantrekken dat ze aan het huilen zijn. Maar gewoon eventjes doorpakken. Weten dat het huilen ook alweer ophoudt. En zo snel mogelijk alle taken afvinken die je moet doen. En dan die kindjes op bed proberen te krijgen. Ja, daar ligt wel de uitdaging. Dat vind ik soms wel heel lastig. Jullie hebben een tijdje in Zweden gewoond, dus jij hebt daar denk ik aan mijn lijf ondervonden hoe het daar gesteld is met het partnerverlof en het moederschapsverlof. Ja. Hoe vind je dat dat in Nederland is? Nou, dat is wel een verschil met Zweden. Dat zonder meer. Ja, ik ben moeder geworden in Zweden en dan kom je in Nederland en dan is dat toch wel even slikken.
In Zweden zijn kinderen echt onderdeel van de maatschappij. En in Nederland hangt dat er een beetje bij. En dat vind ik heel erg naar voren komen als je bijvoorbeeld uit eten gaat met je kinderen. Bij heel veel restaurants word ik aangekeken van, hallo, weet je, ga jij mij middag nou even bestigen? Heb je die vervelende kinderen mee? En dat maakt alleen maar lawaai en irritant. Ik denk dat heel veel vrouwen in Nederland niet anders weten. En daardoor het ook maar accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn hier in Nederland. Maar als je dat nou ziet, hè, ik heb het in Zweden mogen ervaren. En dat is zo fantastisch hoe het daar allemaal is geregeld. Ik denk dat we daar hier nog heel veel van kunnen leren. Je bent ook druk bezig met Instagram. Ja. Ik merk zelf dat ik heel veel opmerkingen krijg van andere mensen. Van, zou je Ella er wel opzetten? En je bent, weet je, aan zo'n grote volgersgroep. Ja. Hoe ga jij daarmee om? Wat is jouw beleid? Ja, mijn beleid daarin is, ik heb niet echt een beleid, maar ik probeer het wel gewoon echt aan te voelen. Soms is het een hele mooie foto of soms is het misschien een gesponsord dingetje, weet je wel. Ja, dan wil ik het nog wel eens doen. Maar het is natuurlijk ook niet zo, want dan krijg je weer de opmerking van ja, maar dan zet je je kind in de etalage. Ja. En dat wil ik ook niet. Dus, en dat zeg ik ook, er zijn ook merken die mij benaderen, omdat ze vinden dat ik dan een fashionable moeder ben. Dus dan is dat voor hun heel interessant, want het is een hele grote doelgroep is dat ook. Of ik dan met mijn kindjes iets wil doen. Nou, heel vaak is mijn antwoord dan, nou, liever niet, weet je. Zij kunnen er niet zelf voor kiezen. En, dus ik ben daar wel echt heel selectief in. Wat is nou de belangrijkste les die jij aan jouw kindjes nu wil meegeven? Toch wel echt leef vanuit liefde en accepteer elkaar zoals je bent. Mm-hmm. Hè, in een wereld waarin alles artificial lijkt, zeker door social media, accepteer elkaar gewoon zoals je bent. Ja. Ja.